Hallo beste vrienden, een hele goede dag dat de Heilige Geest het verstand van een ieder openen. En ik vraag dit met mijn gehele hart: dat Hij zich openbaart, dat Hij zich openbaart aan een ieder die aan deze live, aan deze post deelneemt. Dit vraag ik u in de naam van de Heer Jezus Christus. Want als dat niet gebeurt dan is ons gehele werk voor niets geweest. De Heilige Geest is de geest van God. De geest de vertrooster de geest van de drie-eenheid, de geest van God. En hij, wanneer hij komt, is het om ons te leiden in de gehele waarheid. Zonder hem Zouden wij geleid zijn door de leugen, door het bedrog, door de onzin? Denk goed met mij mee, beste vriend en vriendin. Alleen een beetje nadenken. U wordt verliefd op een persoon en ziet alleen maar de goede kant van die persoon. U weet niet wat er binnen die persoon is. U weet alleen maar de buitenkant van die persoon. Hoe die persoon er mooi uitziet, hoe die persoon beleefd is, hoe die persoon een schoonheid is, financiële condities. En dan geeft u zich aan die persoon over. U geeft zich over met lichaam, ziel en geest aan die persoon. Met het verloop van de tijd, van de weken, merkt u dat die persoon niet is zoals u hem of haar hebt gekend. U kent nu een ander persoon opeens dan toen u die persoon in het begin kende. En dan begint u nadenken: jongen, ik werd bedrogen. Ik werd misleid. Mijn God. Wat ga ik nu doen? En nu, wat ga ik met mijn leven doen? Ik heb mijn leven, mijn dromen gegeven. Alles. Aan deze persoon. En ik dacht dat deze persoon mij gelukkig zou maken. Klaar. En dan komt... Dan komen de problemen. En als u... Bijvoorbeeld zwanger wordt... Dan is het niet alleen maar u. Dan is het u en het kind dat u in uw binnenste draagt of waarvan uw partner zwanger is. En dan zegt u, wat ga ik nu met mijn leven doen? Want ik vertrouw niet meer in mijn partner. Die persoon verlaat dan het huis of die andere persoon verlaat het huis. En dan beschouwt u zich als een persoon die mislukt is. Als een persoon die heeft gefaald. En nu zijn er twee mensen. U en het kind. Waarvoor u verantwoordelijk bent. Dus u werd bedrogen. Misleid. Waarom? Omdat u niet de geest had van God. Die ons leidt. In de gehele waarheid. Zonder de Heilige Geest. Zo is het ook met betrekking tot zaken doen. Met betrekking tot alles wat u in het leven doet. Alles. Werkelijk alles. Wanneer u misleid wordt. Bijvoorbeeld, nu hebben wij. Daar in Brazilië, de verkiezingen. Dus de kandidaten beloven van alles en nog wat. Maar één van hen heeft al gezegd: alle politici zijn leugenaars. De persoon heeft al gezegd dat hij een leugenaar en een bedrieger is. En nu? En nu? Wat gaat u doen? Dus vandaar de noodzaak dat men de Heilige Geest nodig hebt om niet bedroogd te worden in uw sentimentele leven in uw professioneel leven. Want ook veel mensen, ik herinner mij in mijn jeugd wist ik niet wat ik zou doen. Ik wist niet of ik wiskunde zou studeren, economie. Ik wist niet of ik bouwkunde zou studeren. Veel mensen die werken met deze misleidende leiding. Wat zal mij het beste voordeel geven? Wat zal mij het, het meeste geven in het leven? Meer rust, meer zekerheid. Alleen de Heilige Geest, mijn beste vriend en vriendin. Alleen Hij. Daarom zei de Heer Jezus: Kijk, ik zal tot mijn Vader gaan, maar. Ik laat je niet achter als wezen. Ik zou jullie niet als wezen achterlaten. Ik ontvang zoveel vreugde vanwege deze woorden. Want de woorden van de Heer Jezus zijn beloftes. Ze kunnen niet falen. Ze kunnen niet misleiden, ze kunnen niet bedriegen. Ze zijn waar. Ze kunnen niet leeg terugkeren naar Hem. Het is het erewoord van God. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Nee. Zie, ik ben met u alle dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Dus de strijden komen. De problemen komen. De moeilijkheden. De twijfels. Komen de problemen. Maar wanneer wij de Heilige Geest hebben, de vertrooster, onze ware gids. Dan blijven wij gerust, want wij weten dat wij aan het einde daar zullen komen en zullen overwinnen. Wij gaan door veel problemen heen, maar aan het einde veroveren wij. En dat is wat ik wil dat u zult begrijpen. Kijk. Misschien zegt u, maar bischop, ik heb de Heilige Geest, maar ik zie alleen maar problemen in mijn leven. Ik zie niet eens licht aan het einde van de tunnel. Weet u waarom, beste vriend? Want misschien... Werd u bedrogen door uw eigen hart? Het hart is een put van misleiding en bedrog. God zelf zegt dat het hart bedriegelijk is. Kijk. De Heer Jezus zei zo. Kijk. Laten we nadenken. Zonder emotie. Zonder heisa. Alleen denken. De Heer Jezus zei het volgende. Maar. Wie drinkt van het water dat ik hem geven zal. Dat is de heilige geest. Water is de heilige geest. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven. Zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Halleluja. Dat is heel glorieus. Dat is heel kostbaar. Jongen, jongen, ik zou willen. Vanuit mijn gehele hart, in de naam van de Heer Jezus, ik zou willen dat jullie allen dit water in jullie binnenste hebben. Vanuit mijn gehele hart. Dat is wat ik het meeste wil. Dat is wat ik het meeste verlang in deze wereld. Dit water brengen tot alle mensen. Maar dit water werd voor allen gegeven, is beschikbaar voor alle mensen. Allen, Grieken en Trojanen en Romeinen, Katholieken, Spiritisten, Evangelisten, welke religie ook, moslim, jood, welke religie dan ook, welke persoon dan ook, heiligen en zondaars, voor iedereen, maakt niet uit. De Heilige Geest werd beloofd, de gids werd beloofd voor allen, inclusief voor u die mij haat. En ik wil dat hij over u komt. Ik wil dat u hem ontvangt. Kijk. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Wat betekent, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen? Dat betekent precies nooit meer dorst krijgen. Maar, Bisschop, kijk, de Heer Jezus spreekt niet over water, H2O, Hij spreekt over de Heilige Geest. En alleen Hij kan dit water geven. Zodat u de Heilige Geest kunt ontvangen, dient u ten eerste door de Heer Jezus heen te gaan. U dient in Hem te geloven. Zonder langs Hem heen te gaan, zult u de Heilige Geest niet ontvangen. U zult niet van dit water drinken. Dus u dient zich te richten tot de Heer Jezus. U dient zich te vernederen opzichte van Hem. Zijn offer voor u te accepteren. Dan wel, dan geeft Hij u de Heilige Geest. Dan geeft u het water dat u nooit meer dorstig zal laten. Maar bischop, ik heb al de heilige geest. En ik spreek trouwens ook in tongen. Ik doe dit, ik, ik doe het werk van God enzovoorts. Goed. Amen. Als u hem hebt, dan heeft u geen dorst meer. Maar bischop, hoezo? Simpel. U heeft niet meer dorst naar de dingen die de wereld biedt. U heeft geen dorst meer om uw vlees te verzadigen. U heeft geen dorst meer... Naar persoonlijke dromen. Naar verwezenlijking van persoonlijke dromen. U heeft niet meer dorst om andere dingen te doen dan één ding zijn wij dorstig naar. En dat is met betrekking tot de mensen die aan het sterven zijn in een staat. Mensen die, die sterven in bedrog, in onwetendheid. Wij willen dat deze mensen zullen drinken van het water. Het levend water. Want wanneer men eenmaal drinkt van het levend water, zult u nooit meer dorst hebben om gelukkig te zijn, bijvoorbeeld. Want wanneer de Heilige Geest, kunt u zich al voorstellen, beste vriend en vriendin, denk alleen maar een beetje mee. Alleen maar een beetje meedenken. Wanneer u altijd tot God bidt, zegt u zo, Oh God, en nu stelt u zich God voor, daar boven op zijn troon. En u hier beneden op aarde. O God. En u. Stelt hem voor helemaal daarboven. Maar wanneer u de Heilige Geest ontvangt. Dan plaatst God zijn troon in uw binnenste. Hij maakt van u zijn heiligdom. Zijn woonplaats. Zijn woning. En wanneer u hem hebt. Dan hebt u geen dorst meer om gelukkig te zijn, want het geluk zelf is in uw binnenste. Dat is de waarheid. Bijvoorbeeld. Toen ik trouwde, toen ik de Heer Jezus leerde kennen, werd gedood met de Heilige Geest op 19 jaar leeftijd en op 27 jaar, toen ik 70 was, trouwde ik. Esther was 22 toen de tijd. Maar voordat ik trouwde, was ik al gelukkig. Ik ben niet met Esther getrouwd om gelukkig te worden. Ik ben niet getrouwd om gelukkig te worden. Nee. Ik was al gelukkig. Esther ging ook niet met mij trouwen om gelukkig te worden, want zij was ook al gelukkig. Waarom? Omdat zij al verzadigd was. Haar dorst was al verzadigd. Wij waren al verzadigd. Dus toen wij met elkaar trouwden. Hebben wij elkaar compleet gemaakt? Maar het geluk was al in ons binnenste. Dus, u die op dit moment naar mij kijkt en die naar het geluk verlangt, u heeft dorst naar het geluk. Dan is het omdat u nog niet verzadigd werd. Want wanneer de Heilige Geest over u neerdaalt, wanneer u drinkt van dit water dat de Heer Jezus biedt. Nooit meer zult u dorst hebben naar niets, voor niets. Zult niet uh, dorst hebben naar verwezenlijkingen, naar een eigen huis, dorst om een eigen baan te hebben, uw geld veroveringen, dorst om de wereld rond te reizen, dorst naar alles wat de wereld biedt. En ik kan dit tegen u zeggen: alles wat de wereld biedt, is vermoeiend. Het maakt misselijk. Niets maakt mij zo gelukkig. Zo gelukkig. Als, wanneer als de Heilige Geest zelf. Het water dat Heer Jezus biedt. Daarom zei Hij. Maar wie drinkt van het water. Dat ik hem zal geven. Zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. In eeuwigheid. Als u geen dorst meer hebt. Zult u niet bezorgd rondwandelen, toch? De mensen die bezorgd zijn, zijn zo omdat ze dorstig zijn. En dat is ons werk, om tot de mensen te brengen. Het water dat hun dorst lest en de bezorgdheden en de angsten wegneemt. Heeft u gezien hoe mooi de Heilige Geest is? Want nu Hem hebt, dan bent u tevreden, dan bent u gelukkig. In eeuwigheid geen dorst meer krijgen, zei de Heer Jezus. In eeuwigheid. In eeuwigheid, eeuwigheid, eeuwigheid. En wanneer de Heer Jezus zegt eeuwigheid, dan is het echt eeuwig. Nooit meer. Nooit meer dorst hebben. Waarom? Want het water dat ik Hem zal geven, dat is de Heilige Geest. Zal in Hem, dat is de Heilige Geest, een bron worden. Van water. Dat opwelt. Tot in het eeuwig leven. Dus. Wanneer u van dit water drinkt. Dan hebt u geen dorst meer. Dan leeft u niet meer in de bezorgdheid. Dan leeft u niet meer. Verdrukt of beangstigd. Vanwege iets dat u wilt bereiken. Nee, u bent tevreden. En dan wat gebeurt er? Dit water dat u drinkt. Zorg ervoor dat in uw binnenste het water des levens wordt voortgebracht. Dus vanaf het moment dat u tot een bron wordt, heeft u al een fontein gezien bijvoorbeeld. Het stopt nooit. Een fontein is altijd aan het stromen. En een bron, een rivierbron is ook altijd aan het stromen, stromen, geven, geven. En de dorstigen zijn altijd aan het drinken. De dorstige drinken, drinken, drinken. Natuurlijk water. Maar het water dat de Heer Jezus biedt, de Heilige Geest is... Wanneer de persoon drinkt, is de persoon gelest. De persoon heeft vrede. De persoon heeft rust. En die persoon brengt op natuurlijke wijze, niet geforceerd... De persoon brengt op natuurlijke wijze deze vrede over tot anderen. De persoon heeft leven... En draag dit leven over aan anderen. De persoon is gelukkig. De persoon brengt dit geluk over aan anderen. Die persoon is iemand die compleet is dan. Daarom in zijn gebed zei de heer Jezus, Vader, kijk, kijk hoe mooi. Vader, ik wil. Dat zij, hebben, dat zij mijn complete blijdschap hebben. En wij hebben blijdschappen. Momenten van blijdschap en plezier enzovoorts. Maar de complete blijdschap alleen wanneer u de Heilige Geest ontvangt. Dat is een waarheid. Degene die drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal veranderd worden. In een bron van water. Tot eeuwig leven. Niet voor bepaalde momenten, maar voor eeuwig leven. Beste vriend en vriendin, het is zo grandioos de Heilige Geest. De Heilige Geest is zo prachtig, zo machtig. Zo, 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 zo oneindig. Dat wat uw offer ook mag zijn, om Hem te ontvangen, wat het offer ook is voor Hem. Het is meer dan de moeite waard. En daarom dat veel mensen misleid worden. Want zij maken offers en denken: Ah, nu heb ik al mijn beste gedaan enzovoorts. En ze denken dat het zo is. Nee. Wanneer de persoon werkelijk wilt, dorst heeft naar gerechtigheid: Mijn God, ik wil niet zo blijven leven. Ik wil niet dit leven hebben dat ellendig is, dat ik heb geleefd. Ik ben als vuilnis geweest. Ik ben niet geboren, ik werd de wereld in geworpen. Ik ben als ontlasting. Alsjeblieft, help mij. Als u bestaat, heb genade met mij. En God, komt deze persoon tegemoet. Waarom? Omdat God de oprechtheid van die persoon ziet. Morgen zullen wij hier meer over spreken. Heel mooi dit. Vergeet dit niet. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. In eeuwigheid. In eeuwigheid geen dorst meer. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water. Een bron van water in zijn binnenste. Dat opwelt tot in het eeuwig leven. Dat is wat God wil doen. U weet dat alles wat men opbouwt in dit leven. Heeft een gelimiteerde tijd, toch? Heeft een tijdsverloop. Maar wat God doet, is tot in alle eeuwigheid, tot in eeuwigheid. Dat mijn Heere Jezus komen tot uw behoefte op dit moment. Ik weet dat op dit moment, bijvoorbeeld daar in. In Brazilië is het nu bijvoorbeeld drie uur s'nachts. En veel mensen zijn bijvoorbeeld op dit moment aan het bidden. Mensen staan op in de nacht om te bidden. De Heilige Geest aan het zoeken. Ontvang de Heilige Geest nu, daar. Ontvang Hem. Dat mijn Heer Jezus deze belofte bevestigen in uw leven. Nu, op dit moment. Op dit ogenblik. En dat er deze vrede, vreugde, blijdschap, deze vrede, het plezier en het geluk in uw binnenste plaatsvindt. Dat God u biedt. En de genade voor allen die geloven. Dat het moeilijk is geloven, maar wie gelooft ontvangt. Wie niet gelooft, is al verdoemd. God zegent u. Morgen zijn we weer terug met u. Sprekend over dit onderwerp. God zegen in de naam van de Heer Jezus. Amen.